Oké, even inlezen. Ten rechts hier. Oké, jongens, brandwoning. Mogen nog een persoon binnen? Wordt rechts. Er ook gezien? Oké, 111, 112 verkenning, neem maar hoge druk vast mee. Oké. AC 0332, op schaling middelbrand. Wij gaan op verkenning uit. 111 potten, check. Check. Zit ie goed? Je masker? Ja, let's go. Ja, really. Oh, let op hier hoor, meteen rookontwikkeling. ...1791-92, uitgerukt. Woningbrand. Meneer, komt er maar. 1731, uitgerukt woning. Kom maar, kom maar. Blijf maar laag, ga gelijk naar de deur. Kom. Eén slachtoffer aangetroffen, kom nu naar buiten. Ja, één slachtoffer aangetroffen. Zet hem maar bij de TS neer, dan vangen we hem op. Ja, 112 komt de slachtoffer naar buiten. ...111, 110. Ja, zeg maar. Er zit bijna geen doorgang aan. Het zit vol met rook en flink hoge vlammen. Ja, top. Ik ga zorgen dat tweede TS ook zo naar binnen komt. Ja, het lijkt van beneden te komen, dus daar gaan we ook heen. Oké, 112 gaan we naar binnen.
110. 110, geef recht. Ja, voor u brand in een woning, benedenverdieping. Flink wat rook, opschaling middelbrand, 1 slachtoffer. Wij wachten op uw komst en voor de tweede TS over. Ja, ontvangen. We zijn ongeveer een kilometertje uit. Ik hoor ook een slachtoffer. Is er ambulance op de plaats over? Nee, als het goed is wel een rijdend over. Ja, ontvangen. Ik denk dat het hieruit komt, dat deze. Ja, maar even kijken of de deur open is. Ja, is open. Ja, grote contact. Ja, zichtbaar. 111, 112, genoeg druk? Genoeg druk, lijkt ook een buitenbrand te zijn. Overgeslagen naar binnen. Grote buitenbrand. Ja, begrepen. Ik heb de autoladder hier, die ga ik ook zijn inzettaak geven. 120, 110. Geef bericht. Ja, voor u bij aankomst zal ook aan de achterzijde van de woning buiten een brand zijn die naar binnen is geslagen. Dus misschien handig om uw man daar naartoe te sturen. Ja, dat is veel gehoord. Wij zullen aan de achterkant komen. Ik ga hem weg naar buiten zien te vinden, want het hele balkon staat hier in de fik. Kunnen we in de andere kamer kijken? Dan moeten we de, misschien ver boven ofzo. zeg maar. Er zal echt vanaf buiten ook geblust moeten gaan worden. Ja, zijn ik heb het al doorgegeven aan de tweede TS. Ja, bedankt. Ja, 112, 110, ik sta boven de verdieping, aardige rookontwikkeling. Slaat nou door naar boven. Over de B voor de 112 over. Heel recht. Over de B, zeg maar. Ja, wat is de situatie binnen over? Even kijken, ja, de 111 is op de tweede verdieping. Grote brandhaard. Ik volgens mij is het door naar boven geslagen, dus ik ga daar even controleren voor het nadruk. Ja, ontvangen. 111, 110. 111. Ja, het lijkt binnen helemaal uit te zijn. Ik ga wel nog even koelen. Het is nu echt puur dat balkon wat, of zelfs buiten beneden het balkon, lijkt het echt een flinke rand te staan. Hoge vlammen, meters hoog. Ja, de 120 is er inmiddels en die heeft zijn inzettaak inmiddels gekregen. En de autoladder moet er ook inmiddels boven hangen. Die heeft alles wat we hebben. Oké, begrepen. 100 voor 110. Zeg maar. Ja, hebben jullie iets van de slachtoffer gevonden? Ja, de slachtoffer zit rechts van onze TS. Wachten nog op de ambu over. Ja, ontvangen. 100 voor de aanrijdende. Ja, voor uw informatie, het is een houten dak. Nou al smeugheid vanaf overal. Ja, ontvangen. Over de B voor alle overige eenheden binnen. Ik hoor net een houten dak. Dus let op instortingsgevaar. 100 voor de aanrijdende ambulance eenheid over. Je hebt recht. Ja, wat is jouw aanrijdtijd over? Binnen 2 minuutjes. Ja, ontvangen. 111, 100. Ja, zegt het maar. Hey. Andere, 100. Even recht? Ja, in ieder geval beneden de verdieping en dan waar de brand... Oh shit, het staat hier binnen wel helemaal in de fik. Het is weer terug. Heb jij extra handen nodig binnen? Ja, binnen zeker nu. Het hele plafond gaat vliegt in de fik hier. Ja, 100, 120. Verder. Ja, kun jij extra mannen binnen sturen? Ze hebben daar wat extra handen nodig. Ja, is goed. 120, 121 en 22. Jullie allebei even naar binnen. Ja,
De ondersteuning van de 110. Ja, 1200. 112? Ja, brandoverslagen naar het dak. Laat het balkon. Ja, ontvangen. Autoladder zet in op het dak. Het is een houten constructie, dus hij probeert zoveel mogelijk te koelen. Het kan zomaar zijn dat er wat naar beneden valt, dus ik kijk daar vooruit. Even in. ...91-92 voor AC. Ja, schaal op, middelbare, grote brand over. 111 bij 12 situatie binnen. Beneden verdieping, plafond weer afgenomen qua brand. Ik hou het wel in de gaten, want dat dacht ik net ook al. En onder het balkon lijkt het ook minder te zijn geworden over. Ja, top. Hou me op de hoogte, kijk uit voor jezelf. Ah, het zit waarschijnlijk ergens in het plafond, het slaat de hele tijd over. Heeft u nog de manschappen van de 120 binnen nodig? Op dit moment weer niet. Oké, dan ga ik zorgen dat 120 die naar beneden stuurt, naar de tuin. Ja. Ik weet niet hoe het ervoor staat bij de 112. Ja, 112 heeft boven... 122, kom eens uit. Ja, het begint hier weer, wederom. Lijkt nu vanuit stopcontact te komen. Of vanuit een kast was net nog niet. Heel bijzonder, maar we zijn nu weer vol aan blussen. Ja, ik kom ook even binnen kijken en dan zorg ik dat alles goed, dat we extra gaan opschalen als nodig. 192 voor de AC. Ja, ik zou graag net bedrijf te plaatsen willen, als ze nog niet gebeld zijn hoor. Geef bericht 110. Ja, u kon mijn gedachten lezen, is inmiddels al Duits bedrijf gevraagd. Gaat het hier? Deze lijkt ook van een etage lager te komen. Ja, maar het ziet er inderdaad uit alsof het van beneden komt. Ik heb daar net gecontroleerd, toen was het nog niet. Wil je dat ik daar ga kijken of blijf ik hier? Nou, als jij dit, dan ga ik wel even zorgen... Waar is de 112? Ja, 112 gaat niet meer binnen. Oké, de 112 is buiten, top. 129, 120 ook. Zeg eens. Ja, onze tank zit op half vol, hoor. Ja, dat is gehoord. 120, 110. Kunnen wij momenteel eventjes duidelijk van uw waterwinning profiteren, zodat wij onze eigen nog snel even aan kunnen leggen? 119, hoe zitten wij met water? Het gaat voorlopig nog wel goed. Oké, dan ga ik de 120 bij ons laten aankoppelen. 120 meegeluisterd? Positief. 129 meegeluisterd? Positief. Zijde van de woning is nog wat brand, wordt nu uitgemaakt.
Ja, begrepen, dankjewel. 111. 100, 110. 110. Ja, voor u meterkast gevonden, in ieder geval het gas kunnen afsluiten. Dus daar zijn we vanaf. Elektriciteit lukt me niet, want de hele schakelaar is omgesmolten. Over. Ja, ontvangen. 111, 110. Oh. 111. Het lijkt vanaf buiten geen rookontwikkeling of brand meer te zijn. Is er binnen nog iets? Dan mag u naar de onderste verdieping, samen met de 112. Dan zit het waarschijnlijk nog in het dak. Oké, dan ga ik die kant op. 100 voor 110. 100. Ja, hoe is het met de brand binnen? Op dit moment de bovenste verdieping is aardig onder controle. Dan hebben we min 1 en min 2. En op min 2 is de brand nog aan het doorslaan via het dak. Waardoor op min 1 dus ook de brand nog door het dak heen komt. Daar zijn we nu druk mee bezig over. Ja, ontvangen. 111, 110. 111. Beneden lijkt het ook allemaal wat te zijn afgekoeld. Geen brand meer zichtbaar, nog de kleine vlammetjes zijn we nu aan het nablussen. Ja, 111, 112, jullie mogen beide naar buiten. Dus ook voor 120 een deel van het plafond heeft hier begeven over. 100 tot 110. 110. Ja, voor u deel van het plafond heeft inmiddels begeven. Mijn manschap en ik komen naar buiten. Ja, ontvangen. Ja, dan gaan we ook naar buiten. Voor 150, 120. Ja, ik stel voor gecontroleerd uit laten branden. We zien het dak met bijna gaat begeven. Ik ga even met de 150 in contact met hoe het nou daadwerkelijk voor staat. En dan gaan we even iets bedenken. Nou, is goed. 111, 105, jullie mogen even afhangen. Geef recht. Gerust. Ja, hoe is de situatie op het dak over? Rond 21, rond 22, jullie mogen ook afhangen. Temperaturen zijn nog steeds rond 900 graden. Verder geen rook meer te zien over. Ja, ontvangen. Wil ik graag de 110 en de 120 even naar mij toe, dan gaan we een inzetplan creëren. Ik voel dat je het op slot. Oké, heren, ik hoorde dat het dak instort. Jullie staan aan de andere kant met jullie TS, denk ik. Of misschien is het handig om naar de andere kant te gaan. Hebben jullie een doorgang gevonden om in ieder geval aan de andere kant van het pand te komen? Negatief, dat is gewoon moeilijk om te komen vanwege het hoogteverschil. Oké. Okay. Ook de constructie. Min 1 is dus het dak naar min 2 een deel ingestort. En op min 2 kan je vanaf buitenaf niet komen. Dat ligt ondergronds ingegraven. En min 1 dat ligt met een hoogteverschil inderdaad, dus via 8 is het ook niet bij te komen op dit moment. Oké, okay, dan wil ik graag dat, dat we vanuit buiten gaan inzetten met lage druk in dit geval. Dus we schakelen over naar lage druk. Dus iedereen kan vanaf nu gaan werken met lage druk en dan vanaf buiten inzetten. En dan zoveel mogelijk uit te maken. Tik wat ruiten in om daar doorheen te spuiten, dan we in ieder geval wel wat kunnen laten afkoelen. En als hij terugdringt tot 200 graden of zo, dan kunnen we kijken wat er aan de hand is binnen. En dan kijken of we dan nog iets naar binnen kunnen. Maar gezien nou de temperatuur is hij veel te warm. En de instortingsgevaar is op dit moment groot. Dus lijkt me inderdaad niet verstandig om nou weer naar binnen te gaan. Ja, eens. Ja. 119, 110. Hey, Fricht. Ja, u mag over gaan schakelen op lage druk. 111, 112, we gaan met lage druk vanaf buiten inzetten. Ja, ik ga me weer opmaken en dan pak ik lage druk. 129, 120. Geen bericht. Ja, had hij meegeluisterd met bericht van 110? Ja, positief. 121, 122. 120? Ja. Jullie beiden ook meegeluisterd? Positief. 110, 119. 119. Ja, lage druk staat erop. Lage druk staat erop, helemaal top. 111. Loop even mee, even verkenningsronde rondom. Ja,
ik omhangen? Ja, doe maar voor de zekerheid. Ambu, voor de leiding even de brandweer. Heb je recht? Ja, ik ga richting Erasmus met slachtoffer. Ja, u gaat richting Erasmus met slachtoffer, dat is ontvangen. 120, 110. Zeg dus. Ja, samen met 111 doe ik even een verkenningsronde rondom en hou ik u op de hoogte. Ja, dat is het gehoord. Ik ga mijn money hier definitief voor in de voor het gebouw inzetten. Ja, begrepen. 121, 122. Jullie graag definitief gaan blessen voor het gebouw voor de ingang. 150. 150? Ja, de temperatuur zijn inmiddels gezakt naar de 600 graden. Ja, temperatuur zakt naar de 600 graden. 112 aan de 100. 112. 100. 100. Oh, excuus. Is het nodig om andere panden te koelen? Ik zie nou niet daadwerkelijk dat hij overigens probeert over te slaan naar andere panden. Ik zou zich in ieder geval wel een beetje nat houden dat het niet de kans krijgt. Maar het is niet per se nodig om daar echt je volle aandacht aan te spenderen. Ja, van hem ga ik er niet over. Nou, hier stond net helemaal te fikken, dit hier. Ja. En hier binnen was dat dan ook overgeslagen. En de laatste brand wat ik echt heb gezien was hier buiten nog helemaal... Als we even een laddertje pakken en dan even hier tegenaan, dan kunnen we misschien die ramen ingooien en dan blussen we gewoon vanaf hier naar binnen. Lijkt me voor ons het veiligste op dit moment. Ik zal eens kijken of ik... kom ook wel zomaar. Ah, kijk, dat lukt ook. Die ramen even intikken. En dat we dan met de lage druk gewoon hier naar binnen gaan. Stralen. En dan maken we ook geen gevaar. Dan kunnen we gewoon vanaf hier blussen. Ja, heb je iets bij met die ramen? Ik heb voor mij mijn breekijzer aan mijn broek hangen. Ah, kijk. Het begint hier rechts weer een beetje. 1. Dus 2, 3, ja. Dan gewoon met lage druk hier naar binnen. 100, 110. 110. Ja, voor u aan de achterzijde via het balkon wat ramen ingeslagen. Daarmee is met lage druk naar binnen aan het bezig. Ja, ontvangen dan ook graag voor de 110 of de 120. Nemen de warmtebeeldcamera mee van binnen. Blijf tijdig de temperatuur doorgeven. Als die afneemt dan... Dan ga ik binnenkort wat meester geven. 1791-92 voor AC. Ja, voor uw informatie, wij zijn brandmeester. Nog niet incidentmeester. We gaan zo meteen alles inpakken en die wordt nader over. 100 voor de 110-120. Ik heb net brandmeester gemeld voor jullie kunnen na gaan blussen. En eventueel overtollige spullen gaan opruimen. Zo meteen nog even met z'n drieën nabespreken hoe alles gegaan is. En dan... keer terug naar de post. Ja, duidelijk. 1112, nog even die laatste sneeuwresten een beetje uitblussen en dan af gaan bouwen richting de TS. 119, 110. Recht? Ja, voor u mag zo de waterwinning gaan opruimen. We zijn bijna klaar hier en dan gaan we inpakken. Ja, vrouwen. 120 voor de 121 en 22. Jullie mogen allebei de spullen de resten gaan blussen en daarna gaan opruimen. 129, 120. Zeg het maar. Ja, jij zijn brandmeesessie gegeven, we gaan zo meteen opruimen. Ja, dat is begrepen. Oké, 111, 112, jullie mogen afhangen. En ik even, ga ik ook afhangen en dan loop ik even naar de 100. Help de 119 even met wat spullen opruimen en dan gaan we zo weer lekker weg. Hard genoeg gewerkt. Gaan we doen. Zo,